Sommelier CPD Sedahatnia, die het grote publiek kent dankzij haar deelname als jurylid in het programma Mijn Pop-up Restaurant op VTM, heeft de afgelopen weken en maanden hard gewerkt aan twee bijzondere projecten. Ze is dan ook bijzonder blij om haar twee kindjes op de wereld te kunnen loslaten. Het zijn wel kinderen met heel veel last geweest, maar het is heel plezierig zo, om te zien groeien, moet ik zeggen. Die voldoening dat je achteraf krijgt, zoals bij elke ouders dat ze achteraf van hun kinderen hebben, was ook bij die twee projecten geweest. We moeten natuurlijk met Divi nog starten, maar toch qua wat wij dan tot nu toe neergezet hebben, ben ik enorm fier op. Op het Antwerpse Zuid heeft ze zo pas een wijnbar geopend en schreef ze een boek over wijn. Dat ze sommelier zou worden, leek wel voorbestemd. Goed, het lukt dat ik ook nog in Shiraz geboren ben, in Maatbeker, waar dat zo gezegd, legende zegt dat eigenlijk wijn ontdekt is geweest. Er zijn ook heel veel poëtische verhalen en gedichtjes daarover ook in Shiraz. En zo ben ik misschien een beetje gebeten geweest door al die gedichten te lezen, thuis ook wijn drinken en ook proberen mee proeven. Maar vooral eigenlijk echte passie is hier in België begonnen is als ik in een vakantiejob als afwasser eigenlijk in een hotel ben terechtgekomen. En ik ben echt gebeten geweest door horecavirus, zeggen ze dan. En ik ben heel blij met mijn virus. Het is heel besmettelijk ook, maar het is heel fijn om te hebben. En eens dat je gebeten bent, dat stopt eigenlijk niet. En je gaat verder en verder daarin graven om te zien hoe dat je kunt jezelf ontplooien. In 69 dingen die je altijd al wilde weten over wijn, probeert CPD de lezer op een boeiende en interessante manier iets bij te leren. Ik heb vooral geprobeerd om op een heel rustige, zachte manier, maar soms misschien ludieke manier dingen te kunnen uitleggen. Ik hou zelf heel graag van humor en dat mag soms een hoekje af zijn of een donker kantje te hebben, daarom ook de selectie van de naam in feite. Wijn is ook super verleidelijk en veel mensen vergeten dat het nog altijd eigenlijk een verleidelijke drankje is. En dat je eigenlijk ook heel veel plezier en fun kunt mee hebben. Hopelijk niet te veel ook niet, maar vooral met wie dat je drinkt de wijn is super belangrijk. Zelf de wijn als je dan alleen op degustatie drinkt en professioneel aan analyseren bent, is totaal anders dan dat je rustig op je zetel met je echtgenoten of geliefde aan drinken bent of aan tafel in een chique restaurant met een goed gezelschap of ergens in een zonnige dag op het terras of een barbecue. Dus de dimensie, wijn kan totaal andere dimensie krijgen in vorm van de omgeving. Dus dat is wat dat heel belangrijk is ook in verband met de wijn. En we hebben dat proberen ook in het boek door te geven. Hoe belangrijk het sfeer het is, maar ook effectief ook hoe dat je met wijn omgaat.